Mijn confrontatie met cultuur beperkt zich tot Oostende, zelfs geografisch. Bijna alles van cultuur wat ik te zien krijg, gebeurt in Oostende. Het is nu in Brussel en het is een woensdagnamiddag. Dus dat is een beetje een atypische breuk in de dag. En ik moet zeggen dat het iets is dat ik misschien meer moet doen om mijn week te breken. Misschien ben ik dan zelfs ook genietbaarder voor de discussies in het parlement over dossiers rond belastingsinspecties. Maar het was absoluut fijn. En geen concrete verwachtingen, geen concreet beeld van wat het zou zijn. Maar ik ben bijzonder blij dat ik erop ben gegaan. Ik moet zeggen dat wat we gezien hebben, dat zeer goed is meegevallen. Ook de manier waarop dat ze kijkt naar wat ze doet zelf. Ze gaat echt op zoek naar geschiedenis van gebeurtenissen. En bij gevolg naar de gevolgen van die gebeurtenissen. De autorit naar Kagame, die vond ik zeer frappant, ook omwille van wat ze vertelden tijdens die autorit. Omdat kinderen op een zeer rechtstreekse manier even informatief zijn over hoe het beleefd wordt. En dan de geschiedenis vertaald naar hoe dat het op dit moment beleefd wordt. En dat is zonder franjes, want er is geen tekst, er is geen setting, er is niks. Het is in your face. Ze heeft daar een fijne kijk op die eigenlijk even informatief is bij momenten en meer zegt over een situatie dan de vorm die we meestal te zien krijgen, ook op openbare omroepen. En ik vind dat een luxe die kunstenaars hebben, dat is dat ze ook heel diep en grondig kunnen bezig zijn met hun ding. En dat is een luxe die ik soms mis. Ik wist nog toen ik was met mijn vrouw samen in de vliegtuigen. En het was leuk. Het was my first time to enter the aeroplane. I would see the sky. I got surprised. We hebben het daar ook even over gehad. Ze is daar eigenlijk zelf zeer voorzichtig over van okay, dat de openbare omroep eigenlijk bewust ruimte zou moeten maken om op die manier ook informatie te geven. Ongekunsteld en in your face. Ik wens dat ik terug kan vliegen met een vliegtuig. Kunstenaars zijn een goed medium voor de maatschappij, absoluut. Sommige mensen in de politiek proberen of pretenderen dat ook te doen. Dat is ook een beetje de megafoon zijn voor de samenleving en zeker voor degenen die de kleinste micro in handen hebben. En het is eigenlijk een extra bevestiging dat als het vanuit het directe komt, vanuit de maatschappij en door de maatschappij, als dat iets brengt, als de maatschappij zelf eens de kans krijgt om te zeggen wat het is, in plaats van media en politici die zeggen wat de maatschappij zou zijn, dat gewoon werkt.